En natuurlijk, ik ben Ajaxiet. En de club komt en vraagt of je wil helpen. Ja, dan sta ik daarom uiteraard ook om de club om daar te zijn. We krijgen een penalty, we scoren. En dat is ook iets tegen een compacte organisatie. Dan hoop je en dan wil je dat je met 1-0 voorkomt. En want dan zullen ze toch een andere strijdplan mee moeten komen. Maar daarna heb ik me eigenlijk mateloos geïrriteerd. En met name in ons eigen spel, heel slordig. Je geeft de eerste helft gewoon veel te veel kansen weg. En je komt een paar keer goed weg. En dat is zeker iets de eerste helft waar we... Dat moeten we analyseren. De bespreking ben ik ook geopend door alleen maar een plaatje te laten zien van de ranglijst. Waarom? Wij willen namelijk Champions League spelen. En we moeten ons allemaal realiseren. En dat zijn wij, de staf. En dat is de club. Maar vooral ook de spelers. Dat moet wat veranderen. Willen wij volgend seizoen Champions League spelen? Ja, kijk. We zitten natuurlijk al een tijdje in een moeilijke periode. Dus dat was de afgelopen dagen niet anders. Dus dat de trainer op dat moment ontslagen werd, dat is weer iets erbovenop. Wat een klap was voor ons natuurlijk, als club. Maar vanaf dit moment moeten we dat afsluiten en verder kijken vooruit. Ja, maar je bent nu natuurlijk trainer van Ajax 1. Dus je ziet het al, groot licht, de spotlight staat nu echt aan. Ik heb er ook heel erg van genoten vandaag. Dat zei ik ook tegen mijn vrouw vanmorgen. Laten we er gewoon van genieten. Want dit is uiteindelijk heb je een ambitie. Maar goed, nogmaals, ik wilde voor mezelf de weg van de geleidelijkheid pakken. Maar als ik kan helpen, dan doe ik dat. En natuurlijk, ik ben Ajaxiet. En de club komt en vraagt of je wil helpen. Dan sta ik daarom uiteraard ook om de club om daar te zijn. Ja, laatste vraag. Je bent natuurlijk geen onbekende van de club. Dus dat liedje hè, van Tante Leen, dat was weer te horen vandaag. Ja, nee, ja, goed. Als je kijkt, ik ben volgens mij op 7, 8 jaar kwam ik bij Ajax. Ik heb de hele jeugdopleiding doorlopen. Ik ben ballenjongen geweest. Ik heb in Ajax 1 gespeeld, aanvoerdersband gedragen. Je bent jeugdtrainer geweest, trainer van jong Ajax geweest. Ja, dus wat dat betreft heb je bijna alles wel meegemaakt in al die jaren. Vandaag gewonnen. Is het voor jou nu ook voelt het een beetje als een soort frisse start? Van ja, we kunnen weer, we gaan weer meedoen, we gaan lekker voetballen. Dit is wel het moment dat we door moeten pakken en dat we de energie van die 3 punten mee moeten nemen naar de volgende wedstrijd. Dankjewel jongens. Ik heb deze hele tijd uitgezet, ik weet niet van wie die was. Ah.